om meer inzicht te verschaffen in methoden die internationaal worden gehandhaafd voor het vaststellen van het minimumloon, heeft Ravaxure in samenwerking met de ILO Decent Work Team en Office for the Caribbean op 7 en 8 december een tweedaagse workshop georganiseerd. Tijdens de workshop is de methodiek die door Suriname wordt gehanteerd onder de loep genomen. De bedoeling van de workshop was om na te gaan waar de toegepaste methode in ons land kan worden verbeterd ter effectieve bestrijding van armoede onder werkenden. Met het thema culturele diversiteit in de agrosector zullen het ministerie van LVV en Lions Club Quatta het jubileumjaar van 3 bevolkingsgroepen, namelijk de Hindustanen, Kriolen en Chinezen, middels een agrarische beurs gedenken. Landbouw was immers de belangrijkste reden waarom voorouders van deze groepen voet aan wal zetten in Suriname zoveel jaren geleden. Daar hebben velen tot de dag van vandaag een goed bestaan in gevonden. In 2023 viert Suriname 150 jaar Hindustaanse immigratie, 160 jaar Kitikoti en 170 jaar Chinese immigratie. Met deze hoogtijdagen in het nieuwe jaar zal de agrarische beurs gehouden worden op 3, 4 en 5 maart 2023. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, vindt het belangrijk om overeenstemming te hebben in de regering en het parlement over de visie van het aanbieden van excuses. Dit zegt hij in reactie op de komst van vicepremier Sigrid Kaag naar Suriname. Het is volgens Ramdien een belangrijk moment wanneer een land zegt dat ze excuses wil aanbieden. Echter vindt hij dat dit nimmer eenzijdig kan. Er moet overleg zijn met het land aan wie excuses wordt aangeboden.